vragen hem daarom of hij Joran nog eens het hele verhaal van die avond van A tot Z wil laten vertellen. Dus ja, die wijven die vragen mij gewoon, kom je vanavond met ons uit? Kom je vanavond met ons naar de Cars and Charlies, die bar toe? En ik zo, ja is goed, het zit al de hele tijd te zuiven, hè? Zit al de hele tijd te zuipen en ik weet ook wat van die meisjes zaten ook coke te nemen, want ik ken ook op Aruba Booty en hij heeft me verteld, ik zijn bij hem komen halen daar, weet je. Ja. Dat kan gewoon allemaal, dat weet ik gewoon zeker. En dus ja, ik zo, nee, ik heb de volgende dag school, weet je, we zien niet dit meisje, alsjeblieft, weet je. Ik zo, oh, ik weet dat ze wil neuken, weet je. Ik weet welk meisje? Zeker, een vriendin van die Natalie, zelfs niet eens die Natalie, weet je. En toen belde ik die Deepak en die Satish, want die hebben ook die auto, weet je, zeg ik tegen die meisjes, oké. Ik zeg, ik ontmoet je daar. Dus we gaan naar Cars and Charlies. En ik kom daar en ik zie die hele groep Koei Mama meisjes, weet je. En ik ga met dat ene meisje die ik lekker vind praten. Ik ging niet eens voor die Natalie Patrick. En ik praat dus met haar en dan zegt ze tegen me, nee, weet je wat? Dat meisje heeft shotgun op je. Ik zei, shotgun op me. Ik zei, ja, ga met de dansers. Ik loop naar de bar. Ze hadden over me zitten praten. Dat meisje zei, kom met me dansen, kom met me dansen. En ik zei van, nee, ik ga niet op die stage met je dansen. Kom hier beneden, weet je, praten we even. Ik ga even wat drinken met die bak en Satish. Dus ik ging wat met ze drinken. Wat te drinken halen bij de bar daar. En toen kwam ze gewoon zelf naar beneden toe. Van die bar af kwam ze naar me toe. Kwam ze die Natalie. Okay. Kwam ze, kom, ga je jelly shot van me nemen. Sprong die hoer op de bar, wou ze dat ik uit haar navel een jelly shot nam. Dus ik heb het gedaan. En toen zei ze van, ja, maar nu moet je nog wel een drankje voor me kopen. Ik zo, wat je wil. Ja. Zei ze, ja, wat is goed. Ik zo, doen wel een shot Bacardi 151. Ja. Zei ze, oké, is goed. Dus shot Bacardi 151. Ze neemt dat, ik zie het. Oeh, ze is gelijk in één keer. Boep, bam, 151 proef, hè. 151 proef is dat, 75% alcohol. Huh. En ze vraagt voor een chaser. Ik had nog zo'n yard in mijn hand, zo'n lang drankje. Ze neemt dat aan, ze dronk daar wat van. En ik zie ook, ze is dronken, Patrick. Ze is echt dronken ook. Maar ik weet het, ik dacht gewoon, weet je, ik neem het meisje gewoon even mee gaan neuken. En toen zeg ik dus, oké, wat wil je gaan doen? Wil je naar je hotel toe? Ik dacht, ik ga gewoon met haar naar de hotel toe. Wat denk je? Dat is het beste. Zegt ze, nee, ik wil niet naar mijn eigen hotel toe. En toen zei ik tegen haar, oké, wat wil je dan doen? Zegt ze tegen me, ik wil haaien gaan zien. Ik lul niet tegen je, Patrick. Nee, ik ga haaien zien. Kijk, weet je, ik heb het vaak gezegd, weet je, vertel me, je hebt me al verteld. Sommige mensen zijn raar, Patrick. Ze zei, ik wil haaien zien. Ik zei, haaien zien, waar heb je het over? Zei ze, ja. Dus ja, ik was met haar en toen zei ik tegen die jongens, weet je, van ja, kom je, ik wil ergens met haar wel alleen heen, maar ze wil niet terug naar het hotel, weet je, ik wil ook wel een beetje doen wat zij wil. Ze wil het ook. Dus zeg ik, zet ons maar bij het strand af, dan ga ik met een neuken en Winka daarna naar het hotel toe. Ja. Dus ja, ze hebben me bij het strand daar afgezet. Waar dan, bij die dingetjes? Net bij die hoek daar. Bij Marriott daar, tussen Marriott en Fisherman's Hut. Oké. Daarin, daar heb ik zo'n weg, zet ze me daar af. Dus ik stap uit en ik loop met haar het strand op en ik zit met haar te zoenen en zo, maar ze ziet er ook niet zo heel goed uit, weet je. Ze was ook best wit, maar ze wou echt. Dus ik zit met haar en ik zit met haar te zoenen, ik zit met de vingeren en ze zit met de hand in mijn broek en zo. Ja, in één keer, Patrick. Weet ik veel wat ze allemaal deed. Ja man, in één keer. En ik zo, kom je, wat is dit allemaal, weet je. En toen, wat heb je toen gedaan dan? Ja, dus ik bij haar blijf. Ik zo, je gaat en er was niemand daar, Patrick. Het is ongelooflijk. Nee, tuurlijk is er niet. Het is 's nachts, Joran. En ja, ik dus met haar praten. Met haar praten. En ze zegt niks. Dus ik pak haar. Hoe lang heeft ze zo getrild dan? Weet je wat dat is? Ja, ik weet dat niet, Patrick. Een epileptische aanval of zo, man. Ik weet dat niet, Patrick. Maar hoe, ze trilde en schuim ook uit de mond? Nee, geen schuim uit de mond. Niet dat ik heb gezien. Okay. Ik heb verder toen, ik ben in paniek, weet je. Ik denk, kom je, ik moet volgen. Niemand weet eens dat ik uit het huis ben, weet je. Ik ben uit het huis gewoon gegaan. Dus ik zou denken van, wat moet ik doen? En kijk, er zijn weinig mensen die ik vertrouw, maar dit is een jongen, ik heb ook iets op hem. Waarvoor die mij dit ook nog eigenlijk, ja. Schuldig. Nee, ik kan dat niet zeggen. Ik kan niet zeggen dat iemand me zoiets schuldig is. Dat is te ver. Ja. Maar ik zei tegen hem, ik heb een probleem en ik kom hier. En ik weet, als hij daar was gekomen en had gezegd, ik help je niet. Je moet het zelf oplossen. Ja. Dan had hij ook niet gepraat. Ja. Misschien dan wel, maar ik weet het niet. Maar ja, ja. Maar ja, ik weet ook hoe deze persoon is. Oké. En dat is die, weet je die jongen? Dauri. Oké, man. En ik sprak met hem en ik zeg hem van,
Ik heb echt, er is echt iets gebeurd, iets slechts hier net. Maar waar sprak je met hem? Ik sprak met hem op de telefoon, van de betaaltelefoon. Daar van waar dan? Van de Marriott Hotel. Waar was dit dat gebeurd? In de lobby? Nee, het zit net buiten bij zwembad. Ongelooflijk. Ik zit daar altijd. En toen heb je haar gewoon daar laten liggen? Toen, nou, luister dit. Toen heb ik haar, want ze hebben daar dwerven dingen. Ik weet niet of maar ze hebben van zo'n... En die hutjes, je hebt die bootjes. Ja, maar je hebt ook allemaal van die planten. Die mangrovenachtige dingen. Dat bedoel ik. Dus ja, ik heb haar gepakt en ik heb haar daar een beetje bij die mangroven dingen gezet. En ik zei tegen hem, ik zit hier, je moet hierheen komen. En hij woont alleen, hè. Hij houdt niet van die shit, hij heeft wel zijn neuks, maar hij woont alleen. Altijd. Zo hoort het, zegt hij. Ja. En toen kwam die daarheen. En hij zegt tegen me, Johan, wat heb je gedaan? Maar ze ziet er lief uit, weet je. Ze ligt gewoon stil. Ze doet niks. En zij zegt, wat is er gebeurd? Ik zei, ik weet het ook niet. Ik denk dat ze maar heb jij niet geprobeerd te reanimeren? Natuurlijk, Pet. Ik heb alles geprobeerd, man. Ik heb haar geprobeerd te schudden. Ik zat dat lijf te schudden van, wat doet dit er met je, man? Ik wou bijna huilen van, waarom moet dit shit met mij zo gebeuren? Tuurlijk, hoor. Tuurlijk. En ik zeg tegen dit krantenprogramma niet. En ik zei, ik was goed. En toen was hij daar ook bij? Toen was hij daar ook bij, ja. Ja. En, maar hoe laat was dat? 2:30, 2:00. Ongelooflijk. En hij zegt tegen me, dit is een groot probleem. Maar hij heeft zijn eigen bootje daar op Aruba ook, hè. Dat heeft hij wel. Okay. Hij werkt bij een van die... hij werkt gewoon particulier voor een van die mensen ook als... hoe noem je dat, met al die... bananaboots en al die tubes en zo. Oh, die funboats of zo, waar je met die bananen op kan zitten met z'n allen. En dan heeft hij zijn eigen bootje, maar dan werkt hij gewoon voor een van die mensen. Voor die mensen, als hij die groep heeft, dan staat hij wat af of zo. Dat is een beetje zijn coverwerk.